Los van de vraag over euroscepticisme en dergelijke meer, hadden de Britten moeten blijven, ja en nee, gaan zij daar beter van worden, denken jullie? Dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen bijna. Zoals inderdaad de professor zegt, is de kans heel groot dat er al een geheim akkoord bestaat om inderdaad met Canada en met de Verenigde Staten een soort handels- en investeringsverdrag. Dat is wel een enorm gezichtsverlies voor heel Europa. Ja, natuurlijk heeft Europa ondertussen wel het CETA-verdrag, waar dat er natuurlijk van de linkerzijde ook wel heel wat verzet tegen was. En heeft Europa ook jarenlang met de Verenigde Staten onderhandeld voor een handelsverdrag, het fameuze TTIP-verdrag. Heel merkwaardig is het vooral de linkerzijde die daar heel veel kritiek over had. Want anders zaten wij inderdaad vanuit Europa, en Vlaanderen als onderdeel vanuit Europa, reeds in een grote vrijhandelszone met de Verenigde Staten. Ondertussen is dat al met Canada. Die onderhandelingen die zijn inderdaad opgeschort rond TTIP. En mogelijk zal inderdaad het Verenigd Koninkrijk eigenlijk voor de Europese Unie een soort, ik weet niet of het een handelsverdrag is of een ander soort verdrag, afspraken maken om gemakkelijker handel te gaan drijven vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten. Een afzetmarkt met 380 miljoen consumenten. En Canada zoals? En met Canada met een 30 miljoen. Maar daar heeft uiteraard Europa ondertussen al het CETA-verdrag.